En het tweede is, eenzaamheid is niet op te lossen. Nou, ik hou ervan om dan maar heel veel invloed uit te oefenen op de sfeer. Ja. Zodat ik in ieder geval gezien word. Hoi en welkom bij Diep, het platform speciaal voor mensen die diep met zichzelf willen gaan. Vandaag ben ik hier met dominee Rolinka Klein-Kranenburg. En jij hebt een wijsheid die je met ons wilt delen. En die wijsheid gaat over eenzaamheid en hoe je rust kunt vinden in je eenzaamheid. Dat zeg ik goed, toch? Ja. 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 Waarom wil je het over eenzaamheid hebben? Omdat ik denk dat eenzaamheid iets is wat waar mensen niet zo makkelijk over praten. En wat wel heel erg een probleem is geworden. Ook zeker in de coronatijd, ook onder jonge mensen. Alleen zijn, dat is wat anders. Maar eenzaamheid is een heel vretend gevoel in jezelf. Wat is het verschil dan? Want we denken vaak dat het hetzelfde is. Ja, maar dat is het niet. Alleen zijn is dat je... Mensen kunnen zeggen, ik kan prima alleen zijn. Dus je kan je in je eentje goed vermaken. Maar je kunt heel eenzaam zijn. Zelfs als je in een groep met mensen bent. Omdat je... eenzaamheid is een gevoel van binnen. Dat je niet meer in verbinding bent. Met jezelf niet meer. Met de wereld om je heen niet. Met de mensen om je heen niet. En als dat groot genoeg wordt, dan zak je weg in een soort van diep gat. En dat kan een depressie worden. Je komt ook nergens meer toe en je komt er ook niet meer uit. Dus eenzaamheid is best een groot probleem. Mm-hmm. Maar hoe voelt dat dan? Want ik snap wel wat je zegt. Van je bent in een groep en je voelt geen verbinding meer. Maar hoe kan je bij jezelf dan een soort van vaststellen of je dat ervaart? Ja, eigenlijk is het een soort van gevoel dat je midden in de woestijn staat te roepen. En niemand hoort je. Iedereen loopt langs je heen. Je wordt totaal genegeerd. Er wordt aan je voorbij gegaan. En tegelijk het onvermogen om te vertellen wat je dan eigenlijk nodig hebt. Mm. Dus het zijn twee dingen. En is het iets wat er gebeurt? Of wat je zelf... maakt. Snap je wat ik zeg? Ja. Want je zegt van alsof mensen aan je voorbij gaan of alsof er aan je voorbij wordt gegaan. Maar doen die mensen dat ook echt? Nee, maar jij ervaart dat zo echt. En dat komt omdat de verbinding weg is. De connectie met jezelf en de wereld om je heen. Dus je spreekt niet meer dezelfde taal. De taal van eenzaamheid is denk ik ook heel anders dan de taal van de mensen om je heen. Nou ja, op het moment dat je merkt bij jezelf dat je die diepte weer inzakt... Mm-hmm. Ja, moeten er wel wat alarmbellen afgaan, denk ik. Ja, bijvoorbeeld? Om te kijken van, goh, waar komt mijn eenzaamheid vandaan bijvoorbeeld? Hoe komt het dat dit donkere gevoel in mij zo aanwezig is... en het soms zelfs over kan nemen? Ja. En dat kan bijvoorbeeld een onderdeel zijn van je biografie. Je opvoeding, je ouders. Opvoeding, ouders, relatie met je ouders. Bij mijzelf heb ik ontdekt, ook in de loop van de jaren... dat de wat complexe relatie met mijn moeder... bij mij als kind vroeger al en ook als volwassen vrouw... een enorme brok eenzaamheid heeft veroorzaakt. Hoe gebeurde dat? Ik weet dat voert te ver om te zeggen hoe het precies gebeurde. Maar ik merk wel dat door zo'n moeilijke relatie... dat ik bijvoorbeeld zelf heel lastig vind als mensen mij negeren. Oh ja. Of dat ik bang ben dat mensen mij niet zien. Dus daar ben ik heel gevoelig voor. Ja. Of dat ik heel snel het gevoel heb dat ik iets fout doe. Dus ik zeg al sorry bij voorbaat. Oh ja. Herken jij daar ook iets van? Ja, zeker. Ja. Ik herken dat ook. Dat je sowieso het gevoel van in een groep zitten en denken van... ik ben hier nu alleen met wat ik voel en hoe ik erin zit, zeg maar. Ja. Maar ook wel dat ik eigenlijk nu pas een beetje ontdek... dat ik als kind me wel heel vaak eenzaam heb gevoeld. En ik dacht, dat is normaal. Of dat heeft iedereen. Ja. Dat zijn gewoon gedachten. Ja. En nu pas zie ik wel van... oh ja, dat is best wel vaak eigenlijk gebeurd. En inderdaad, dat ik dus... ik hou ervan om dan maar heel veel invloed uit te oefenen op de sfeer. Ja. Zodat ik in ieder geval gezien word. Dus dat herken ik wel heel erg. Ja. Nou ja, dat en soms ook heel druk zijn om het maar niet te voelen. Ja. Dat ervoor weglopen, want het is best een beangstigend gevoel, dat eenzame. Ja. Dus ik kan me zo voorstellen dat je dat ook wel herkent dan. Zeker, dus opvullen met alles, ook met heel veel leuke dingen. Dus het brengt ook goed, hè, want je kunt er harder door gaan werken of heel sociaal van worden. Dus dan lijkt het alsof het allemaal goed is. Ja. Maar daaronder zit een soort ultieme vlucht. Ja. Ja, ja. Dus dat herken ik heel erg. En daarom ben ik ook extra benieuwd naar jouw wijsheid. Want jij zegt dus rust vinden in eenzaamheid. Ja.
Hoe doe je dat dan? Nou, het zijn twee dingen. Enerzijds, op het moment dat je dat dus inderdaad merkt, dat je eigenlijk wegzakt, is proberen om op een of andere manier toch weer verbinding te voelen of verbinding aan te gaan. En bij mij helpt het heel erg om dan naar buiten te gaan. Hè? Bijvoorbeeld om naar voorbijdrijvende wolken te kijken en om een onderdeel te voelen van een veel groter geheel. En ook te realiseren, ik heb daar geen invloed op. En dat kan voor mij een start zijn van heling weer. Van okay. Eruit stappen. Klinkt vager dan ik ben, hoor. Ja, zeg ja. maar. Als in, ik zie mezelf nog niet op, ja, naar de wolken kijken. Nee, op je rug liggen in het gras. Ja. Naar de wolken kijken. Ja, dat bij mij jij. Helpt het. Ja, dat zeker. Maar wat bijvoorbeeld ook helpt, is een wandeling in het bos. Of oh, ja. naar het strand gaan en de zon zien zakken. En de eb en vloed en het water over het strand zien rollen. Het ergens relativeert dat. Datgene wat wij in ons hoofd en in ons hart en ziel zo groots en donker maken. Die denkt, ja, maar jongens, de aarde gaat door. De aarde blijft draaien. Ik woon hier. Ik leef hier. En ik ben in verbinding met de grond waarop ik sta. En ergens vanuit dat daar dan weer dat vertrouwen komt. Dat je dan dus ook weer de verbinding aan durft te gaan met de mensen ja. om je heen. Dus tip 1 is, zorg vrij letterlijk voor perspectief. Ja. Waardoor je je eigen gevoel even weer in perspectief dus kunt plaatsen met de wereld. Ja, ja, okay. ja, de omgeving waarin je leeft. En het tweede is, eenzaamheid is niet op te lossen. Dus je kijkt... Nou, dat hoop je wel. Ja, dat hoop je wel. Maar het zit in elk mens wel. En bij de ene, misschien bij ons alle twee, is het wat groter door de dingen die we hebben meegemaakt in ons leven. En kan het je overnemen, dan is eenzaamheid problematisch, soms. Ja. En bij de ander, het aanvaarden dat er altijd iets van eenzaamheid in je zit, is ook heel prettig. Want dan weet je gewoon, oh, daar is mijn eenzame ikje weer. Dus dan overvalt het je niet. Dan kan je er naar kijken. En dan denk je, ach ja, het hoort bij mij. Het hoort bij de mens. Oké, maar je zegt het kan ook problematisch worden. Wanneer wordt het problematisch? Nou ja, zoals we het net ook al bespraken. Hè, als het je over gaat nemen. Als je echt dreigt weg te zakken in dat zwarte gat. En de verbinding helemaal niet meer voelt met jezelf en de mensen om je heen. En een vrij gematigd gevoel van eenzaamheid. Gewoon dat je dat even denkt. Van, oh ja, ik ben eigenlijk eenzaam vandaag of deze periode. Dat mag je accepteren. Ja, dat mag. Dat mag je accepteren. Dan denk je, ach ja, dat hoort er gewoon ook even bij. Dus we zien vaak het, oh, ik voel me eenzaam of alleen, zeggen we dan ook nog. Dus ik bel iemand op. Hoeft niet. Dat is niet de oplossing. Nee. Erken van, hey, dat is er gewoon af en toe. Pak dat perspectief en dat doe jij door in het gras te liggen. Misschien ga ik dat ook een keer proberen. maar ook in een boswandeling. Ja. Even naar buiten. Ja. Even voelen dat je leeft en dat er nog veel meer is. Nou ja, en dat werkt bij mij, hè? Ja. Dus het kan heel goed zijn dat bij een ander werkt door inderdaad die ene persoon te bellen en je verhaal te delen. Ja. Of je gevoel te delen. Maar dat vraagt ook moed. Maar dat kan ook helpen. En niks doen? En niks doen kan ook helpen. Gewoon even gewoon gas terug. Ga maar liggen op bed, op de bank. Ga maar gewoon even zijn. En de volgende dag gaat de zon ook weer op. Dankjewel voor deze wijsheid en deze eerlijkheid. Graag gedaan. En mocht je meer willen, meer wijsheden, meer oefeningen om hier zelf mee aan de slag te gaan, check dan de link in de beschrijving.